het werd te veel. Ik weet nog heel goed dat ik in eerste instantie 2 had opgewacht om mezelf nog een beetje tegen te houden. 2 treinen? Ja. En uiteindelijk toen dacht ik bij de derde van, nou, nu is het mijn tijd, nu ga ik. Danny had problemen, thuis, op zijn werk, in zijn relatie. Hij is dan 18 jaar oud. Ik was er precies tussenin gekomen, dus precies tussen de spoor. En zij pakte alleen maar benen. Op een gegeven moment werd ik in het ziekenhuis wakker. En toen zag ik mijn familie eigenlijk weer, mijn ouders en op een gegeven moment ook mijn zus. En toen werd ik wel even emotioneel. En toen ben ik dus naar het revalidatietraject gegaan. En toen ben ik dus gaan trainen voor de protheses, om weer te kunnen lopen. Maar ja, je blijft natuurlijk mentaal nog steeds wel in een lastige circulatie zitten. Vooral als bepaalde dingen daaromheen nog steeds niet goed gaan. Maar Danny krabbelt langzaam uit het dal. Vooral toen mijn neef eigenlijk mijn ongeluk in het ziekenhuis kwam. Hij liet mij een filmpje zien van een best wel brede man die alsnog kon hardlopen op bleed. En vanaf dat moment, toen kreeg ik ook wel weer een beetje inzicht van oké, ik wil weer wat doelen opstellen. En een van die doelen is nu, 4 jaar later, de Paralympische Spelen van 2024. Dat hij zo nu in het leven staat en zo gemotiveerd is, ondanks natuurlijk het tragische verhaal van wat hij in het verleden heeft meegemaakt. Ja, dat motiveert mij ook om hem gewoon nog meer te helpen en ik vind het top van wat voor stappen hij heeft gemaakt. Danny wordt geïnspireerd door onder meer Marlou van Rijn, bleedbeep en gouden medaillewinnares. Zulke mensen hebben mij wel kunnen inspireren inderdaad van dat ondanks dat je geen benen hebt, dat het wel mogelijk is met prothese. Maar de grootste inspiratie is zijn 6-jarige nichtje Sarina. Ik vond het ook natuurlijk vanuit mijn thuissituatie vond ik het ook heel belangrijk dat zij gewoon nog een mooie toekomst kon hebben. En ik voelde mij als oom daarin heel belangrijk. Bloemetjes plukken, ja. Ja, en de band die we eigenlijk hebben gecreëerd al vanaf dat zij klein is, dat is gewoon heel mooi om te zien.